Eens of niet? Nou ja, ik vraag het nu. Waarom zouden ze weg moeten, die wapens? Ja, ik vraag het aan jou. Natuurlijk moeten ze weg, hè? Ja, kom op, hé. Laten we eens even gezellig doen. Wel serieuze vragen stellen, hè? Want we staan hier ook voor een serieuze zaak. Hoe groot is de wapenindustrie in Nederland? Ja, groot, veel te groot. Veel te groot, ja. Ja, wat is veel te groot? Ja, veel te groot dus. Maar kwestie, hoeveel geld gaat erin om, denkt u? Nou, ja, ik denk miljoenen, hè? Miljoenen. Heb je ook een beetje georiënteerd hoeveel het is dat je de vraag stelt? Nou, dat levert dus wel banen op in Nederland. Dus het zou toch wel zonde zijn als dat dan ophoudt te bestaan, of niet? En door je kind. Nou, dat geld wat daarmee bespaard wordt, daar kunnen genoeg banen van gecreëerd worden, hoor. Ja? Dus wat dat betreft zitten we wel snor. Nee, maar vertelt u eens, over wat voor industrie hebben we het nou precies? Ja, dat is algemeen bekend, dacht ik, hè, gevoeglijk. Hè, dat er een hele grote wapenindustrie is. Hè, dat Nederland ook een van de grootste wapenhandelaars is. Dus daar zijn allerlei media voor, er is nieuws voor. Dus ik ga daar niet in detail op intreden. Want je suggereert nou of ik er misschien geen verstand van heb. Of wat moet ik daar nou bij voorstellen? Hoeveel bedrijven in Nederland zitten in de wapenhandel? Ja, ik vind het zo wel goed. U heeft er geen zin meer in? U heeft geen zin om over uw onderwerp te praten? Ja, natuurlijk wel, maar niet op die manier. Hè? Hoe wilt u er dan over praten? Nee. Hoe wilt u er dan over praten? Nou ja, jij bent de interviewer, dus als jij denkt dat je mij een leuk interview met mij kan hebben, dan zou ik zeggen, ga eens wat zinnige vragen stellen. Wat vind jij er nou van, dat jouw kinderen opgroeien eventueel als je ze hebt in een wereld waar ze de kans lopen straks overhoop geschoten te worden? Wat vind jij er nou van, is mijn vraag aan jou. Nederland maakt wapens, maar dan is het verder te volgen. Nee, het antwoord niet wat er met de wapens gebeurt. Nee, maar geen antwoord inderdaad. Je kan mij toch ook antwoorden? Ik ben blij dat je van mij antwoorden krijgt. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo blij met uw antwoorden. Kun je het filmpje misschien weer verkopen aan de baas? Heb je weer wat pieken gepakt? Het is je gegund. De Telegraaf. Het is je gegund, uiteraard. Dus maakt mij verder niet uit. Maar zeg me nou eens eerlijk, wat vind jij er nou van? Als jouw kinderen en jouw nazaten de kans lopen om overhoop geschoten te worden. Onverhoopt. In een bepaalde situatie. Zou ik niet leuk vinden. Nee, kijk, dat bedoel ik. Maar wat ik gewoon probeer. Ik probeer gewoon te vragen hoe groot de wapenindustrie is in Nederland. En u zegt, ik zou het echt niet weten precies. Pensioenfondsen, banken, heel groot. En dat bent u het niet mee eens. En maar dat ligt voor de hand, anders zou ik hier niet staan. Hè? Maar waarom is het zo slecht? Want dan zou ik daar naar binnen gaan, aan de overkant. Zie je, kijk. Dan zou ik daar naartoe gaan. Maar je vindt dat alle wapens zijn toch ook ergens goed voor? Ja, ik kan me wel voorstellen dat onder bepaalde omstandigheden misschien een wapen wel eens helaas noodzakelijk is om gebruikt te worden. Maar dat is natuurlijk een verhouding tot wat er geproduceerd wordt aan wapens. Is het natuurlijk een heel klein... Heel klein iets natuurlijk, hè? Als we het bijvoorbeeld hebben over politiewapens. Hè? Ja, dan als je die weghaalt, dan gaat de orde door de gang. Makkelijk denken. Ik kan niet zeggen dat die weg moet. Dat hoor je mij niet zeggen. Wat moet er precies weg? Ik ben tegen een wapenindustrie die erop belust is om alleen maar lekker poen te verdienen over de ruggen van andere mensen. Hè, die naar Afrika gaan. Waar de mensen omwille van diamanten en allerlei andere belangen elkaar overhoop schieten. Maar is dat onze verantwoordelijkheid? Wij maken de wapens, maar hoe ermee om wordt gegaan, is toch de verantwoordelijkheid van iemand anders? Nou, dat vind ik niet hoor. Dat is echt een beetje met oogkleppen, denk ik. Maar dat is een beetje neocoloniaal paternalistisch denken, toch? Ja, maar neon, dat vind ik wel een heel lastig woord. Ik heb ook een paar woorden gehoord. Want daar kun je van alles van maken. Hè? En dan kom je meestal op woorden terecht die op isme eindigen. Nou, ik bedoel dat niet wij als Nederlanders de verantwoordelijkheid hebben over wat er in Afrika gebeurt. Daar kunnen ze toch ook hun verantwoordelijkheid dragen, of niet? Nee, dat vind ik wel. We hebben zeker ook daar een verantwoordelijkheid in. Want een soort Amerika spelen, gewoon controle op alles uitoefenen. Dat is eigenlijk een keer tegenovergesteld, hè? Slecht voorbeeld wat makkelijk. Dat is ook een wapenproducent, hè? Ja, vind ik ook dus een slecht voorbeeld wat dat betreft. Je haalt het zelf aan, dus ook helemaal niks dus. Bent u niet bang dat als wij stoppen met het produceren van wapens, dat die wapens er toch wel komen vanuit andere landen? Dus ja. Ja, dat zou best kunnen natuurlijk. Kijk, ik heb geen enkele macht, hè. Ik kan het hier alleen maar vertellen. Ik heb geen macht. Ik kan niet zeggen, hé, kom eens even gauw inleveren die handel en dicht die deur. Hè? Dat gaat toch niet? Dat begrijp je toch wel, hè? Of is het ook een beetje ingewikkeld aan het worden? En zonder wapens in Nederland? Bent u dan niet bang dat we een... Ik heb niet gezegd zonder wapens. Je bent tegen de export? Als je nog even... Ja, bijvoorbeeld. Daar ben ik tegen. Ik ben tegenover het massaal produceren van wapens, zoals het nu nog steeds gebeurt. En niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. En ik sta hier, ik ben 70 jaar,
Gefeliciteerd. Ik hoef het voor mezelf eigenlijk niet eens meer te doen, begrijp je? Maar ik doe het voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Daarvoor sta ik hier. Ja, waren er nog maar meer mensen, hè? Zou je bijna willen zeggen? Ja, maar er zijn er genoeg, hoor. Maar hoe komt het dat er zo weinig mensen zijn? Ja, nou ja, het schijnt de mensen nog niet zo te boeien op de een of andere manier. Maar dat maakt allemaal niet uit. Daarvoor zijn wij hier. Wij dragen een steentje bij. En jij ook. Het is toch jammer dat er niet zoveel mensen zijn, omdat ze het niet lijkt te boeien. Nou, kijk, hoe kan dat nou? Want het is een belangrijk onderwerp. Dit is de dankzij van de wapens. Ik vind het een heel belangrijk onderwerp, maar ik sta hier voor mezelf. Dus, precies, dat is het beste antwoord. Dus we zullen er verder nog aan doen. En jij bent hier, dat vind ik ook wel tof. Ja. Want op de een of andere manier komt het misschien, als het lukt, hè. Ik heb hier al eens eerder voor gestaan, ik zie er nooit iets van terug. Maar misschien komt er wel iets, een klein beetje vanavond van... in het Pauw Nieuws, dan wordt er toch over gesproken. Want het is net zoals met Occupy, hè, waar welke beweging ik aan deelneem. Elke publiciteit is publiciteit. Ook als die negatief is, dan heb je toch publiciteit. Dus wat dit is Occupy. Altijd dankbaar naar Occupy toe. Dit is Occupy Den Haag en Amsterdam. Bij elkaar? Niet bij elkaar, want het initiatief voor deze demonstratie is door iemand anders genomen, ik weet niet wie, maar we hebben ons direct ermee aangesloten. Maar Occupy Den Haag en Occupy Amsterdam, en dan krijg je zoveel mensen. De rest is aan het winnen. Is ook niet meer helemaal wat het geweest is. Nou, dat weet ik niet. Kijk, Ja, zeker, maar kijk, langzamerhand zijn we ons aan het uitkristalliseren en zijn we nog met een ploeg die ontiegelijk hecht is en zeer gemotiveerd. En dit is de harde kern? Nou, nee, die zijn niet allemaal hier natuurlijk. De occupiers hebben ook banen en die moeten werken natuurlijk. Hè? Ja, en deze mensen niet. Nou, deze mensen hebben een vrije dag genomen misschien. Ja, nee, dit is... maar hij staat er mooi op. Ik heb hem mooi op het beeldscherm. En meneer de cameraman nog eventjes. Mag ik u zo meteen wat vragen? Ja, mag maar alles vragen. Helemaal goed. Nou, ik wou eerst even met u beginnen. Wat wij dan? U bent van welke Occupy-beweging? Waarom wil je dat weten? Nou, gewoon een vraagje.